Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Op dit moment nog weinig bewolking boven Nederland en in de aanvoer wat uh, gebrokkelde bewolking met een paar buien. Maar als we verder naar het noorden kijken, zien we meer bewolking. Dat is voor later vandaag weggelegd. In eerste instantie hebben we wisselend weer met flink wat zon, een paar buien, misschien nog met een klap onweer of wat hagel erbij. En langzaam oplopende temperaturen, vanmiddag wordt het een graad of 10. De wind waait matig uit een westelijke richting. En ook vanmiddag hebben we nog steeds dat wisselende beeld. In het noorden zien we echter wel steeds meer bewolking binnendrijven. En vanavond breidt die bewolking zich langzaam uit. Dan zit er ook wat meer lichte regen of motregen tussen. En is het wat minder vaak aaneengesloten droog. Maar in het zuiden duurt het nog heel lang voordat die neerslag komt. Morgen trekt dat dan allemaal weer weg. Hebben we eh, zon, we hebben een paar buien, een graad of 11, We winnen al een graadje. En die stijgende trend die zet de dagen daarna gelukkig door. Want in het weekeinde zien we 13 of 14 graden op de zaterdag, een graad of 17 op de zondag. En ook maandag komen we dicht in de buurt van de 15 graden uit. In het weekeinde is het op de meeste plaatsen droog. De kans op een bui lijkt maandag wat groter. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.